Kunstenaars en creatieve ondernemers in Almere Haven stelden vandaag hun atelier open voor bezoekers. Dit als onderdeel van het Landelijk Atelierweekend. Op verschillende locaties op bedrijventerrein De Steiger konden mensen terecht. En aangezien de mondkapjesplicht vanaf vandaag grotendeels is afgeschaft, konden die in de tas blijven. Gewoon geweldig. Ja, dus, je bent er gauw genoeg weer aan gewend. Maar ik vind het heel fijn dat je het gevoel hebt dat alles weer normaal is. Heerlijk. Ja. Ik heb hem wel mee voor de zekerheid, want je weet het nooit. Ja. Maar ik vind het heerlijk. Ja. Bevrijdend, ja. Na al die maanden. Ja. Maar dat is het minste. Dus voor de rest zijn wij er goed doorheen gerold. Toen ik hier binnenliep, dacht ik eerst even, waar is mijn mondkapje? Maar dat is niet meer nodig, dus ja, dat went ook weer snel. Ja. Toch zie je sommige mensen er nog wel eentje op hebben, hè? Nou ja, iedereen vrij natuurlijk om daar weer rustig aan te wennen dat het af mag. Dus helemaal goed. Voor de kunstenaars en creatieve ondernemers is het weekend een goed moment om zich weer eens te presenteren aan de buitenwereld. Iets dat de afgelopen maanden natuurlijk moeilijk was. Het leuke eigenlijk van het Landelijk Atelierweekend is dat dan in het hele land aandacht geschonken wordt aan creatieve zelfstandigen. Die dus ergens hun eigen atelier hebben. En dat is ook openstellen voor publiek. Ja, je ziet gewoon dat mensen echt even er een dagje van maken, of zelfs een weekend, om dan ook echt eens bij die mensen binnen te kijken. En dan wordt er ook op gerekend. Hè? Dus dan stooi je iemand niet in het zagen, schilderen of beeldhouden, maar dan is ook open ontvangen om eens even rond te kijken. Voelt het alsof het weer ja, teruggaat naar normaal, zullen we maar zeggen? Nog niet helemaal, maar ik kom zelf wel uit het medisch vlak, dus dan voelt het nog niet helemaal zo normaal. Maar ja, het voelt ook wel bevrijdender en minder warm aan je gezicht natuurlijk sowieso. Dat merk je absoluut wel, ja. Ook morgen kunnen bezoekers nog terecht bij de ateliers in Almere Haven.